Breda Nu. Je weet het meteen. Deze week dus in Breda het Playground Festival en een heleboel creatieve makers uit Breda die zijn daarbij betrokken. En wat ik me dan afvroeg is, waar komen nou zoal hun bedenksels, hun maaksels terecht? En we zijn al bij de supermarkt Albert Heijn in Bavel en hier binnen staat slurpfruit. En dat slurpfruit, daar de characters daarvan, die zijn bedacht door? Ja, door mij. Dus we gaan eens even kijken. Ja, hier is het slurpfruit. Dit is het. En wat is nou eigenlijk slurpfruit? Ja, slurpfruit is gepureerd fruit. En het is voor kinderen van ongeveer 5 tot 12 jaar. Ja. En dan gaat het natuurlijk om jouw ontwerp. Want we hebben hier characters, zoals dat dan heet. Hè? Ja, klopt. Hoe heet dat in het Nederlands? Ja, karakterontwerp. Ik doe karakterontwerp. Jij hebt dit gemaakt. Jij hebt dit bedacht. Dit jongetje op zijn skateboard en het meisje met een frisbee. Maar ook de bananen en de aardbeien, je hebt het allemaal getekend zelf. Ja. En hoe kom je nou tot dit ontwerp, zeg maar? Nee, dat is een proces. Ik ga eigenlijk eerst allemaal inspiratie opdoen. Ik heb heel veel foto's van kinderen opgezocht. En wat voor hobby's ze dan hebben. Dus daar doe ik dan heel veel inspiratie uit op, ook uit hun kledingstijl. Dan ga ik eigenlijk schetsen, mijn eerste schetsen. Ik heb een portfolio bij, dus ik zou het kunnen laten zien. Ja. Dit is zeg maar. Dit zijn de eerste schetsen die ik gemaakt heb. Daarin zie je wel wat elementen die later weer terug zijn gekomen in de karakters op de verpakking. En eigenlijk stuur je die schetsen dan op naar maan.nl en naar Coroos. En zij bekijken welke karakters zij het interessantste vinden. En eigenlijk maken zij daar weer een soort mashup van. Heb je veel schetsen gemaakt? Ja, dit zijn de mooiste schetsen geworden uiteindelijk. Maar dit zijn wel de beginschetsen die ik maakte. En dat is dan dat is een soort mengeling van mijn stijl en waar ik inspiratie uit haal. En ook weer referentiebeelden van kleding, van kinderen. Ben je blij mee? Is dat een kick? Geeft dat een kick? Want ja, dat staat toch overal door heel Nederland staat het nu. Ja, dat is wel bijzonder. Ik krijg appjes van vrienden dat ze een vrachtwagen tegenkomen met karakters van slurpfruit. En dan appen ze mij de foto van, hey, ik kom jouw karakters tegen. Ja, dat is hartstikke leuk. Ja. Nou, zo zie je maar, hè, dat is dus Breda een stad vol met creatieve talenten en mensen die op allerhande manieren dingen ontwerpen. En nou, loop je in de supermarkt, dan denk je daar niet bij na, maar dit is dus in Breda bedacht. Breda Nu. Je weet het meteen.